Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit. Het nieuws van donderdag 3 november. 30 gewonden bij een botsing tussen een trein en een vrachtwagen in het Overijsselse Weijen. Rond 2:30 vanmiddag boorde de Intercity Roosendaal-Zwolle zich op een overweg in de vrachtwagencombinatie. De treinmachinist en de vrachtwagenchauffeur raakten zwaar gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Zwolle en Deventer ligt tot zeker zaterdagochtend stil. NOS Journaal. Dames en heren, goedenavond. Bij Weijen in Overijssel is een trein op een vrachtwagen gebotst. De chauffeur van de vrachtwagen en de machinist raakten zwaar gewond. De trein liep gedeeltelijk uit de rails. Bijna 30 passagiers liepen bij het ongeluk lichte verwonding op. Een aantal van hen werd opgevangen en behandeld in een sporthal. Het treinverkeer tussen Deventer en Zwolle is stilgelegd. De stremming duurt mogelijk tot zaterdagochtend. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag... Passagierstrein ontspoort na een botsing met een vrachtwagen. Tientallen treinreizigers ontsnappen op het nippertje aan de dood. Van Nederland met Silly D'Artel en Milika Peterson. Dames en heren, goedenavond. 30 gewonden en een grote ravage bij een treinongeluk vanmiddag in Weijen, Overijssel. Een intercity kwam bij een spoorwegovergang in botsing met een vrachtwagen. De trein ontspoorde en schoof buiten de rails tientallen meters door. De machinist en de chauffeur van de vrachtwagen raakten zwaar gewond. Om 2:30 vanmiddag ontsnapten de passagiers van de intercity richting Zwolle aan een regelrechte ramp. Bij een spoorwegovergang ging het helemaal mis. Op volle snelheid boorde de trein zich in een vrachtwagen. Ik ging ineens keihard op de rem. En ik kreeg een keiharde knal. En ik zat voorin, onderin. En mijn raam spatte uit elkaar. Ik zat gelijk naast het raam. We gingen op de grond zitten in het midden. En klein houden om maar te wachten totdat hij stil stond. Toen stond hij stil, maar toen mochten we niks doen. Ik wou eruit. Het raam was open aan de buitenkant. Dus ik klom er half uit. Tientallen reizigers raakten door de botsing licht gewond. 4 van hen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De rest kon op de plek van het ongeluk worden behandeld. De machinist en de vrachtwagenchauffeur waren er erger aan toe. Zij zijn met zware verwondingen opgenomen.
De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Mogelijk heeft de slecht beveiligde overgang een rol gespeeld. Er staat een lang op, vooral moesten ze daar aan tunnel aan bouwen. En dan denk ik, nou ja, dat moet een keer gebeuren. De schade aan de bovenleidingen is groot. Daarom verwacht ProRail dat er pas zaterdag weer treinen kunnen rijden tussen Zwolle en Deventer.